Ik ben Glenn Koldenhoff, ik ben professioneel motocrosser en ik rijd voor Monster Energy Yamaha Factory Racing MEGP. Ja, hele mond vol. Het project is tot stand gekomen eigenlijk door het telefoontje van Jou van Monster. We mogen motor weggeven om zeg maar iets terug te geven aan de Nederlandse motocross. Ik vind het zelf best wel bijzonder dat ik dit project heb gekregen. Toen ik vroeger een nieuwe motor kreeg, dat was gewoon echt de max. Super, super blij en ook al was hij tweedehands, vond ik het nog mega. Daarom is dit zo'n mooi project om iemand toch een steuntje in de rug te geven, om iemand op weg te helpen naar wie weet wel iets heel moois. Seeing what we prepare for you. It's been very long time ago, since I ride the 125. Yeah, yeah. I think it's only 2007. Every kid, when we start with two stroke, with 65, 85, 125. Yeah. It's really nice to get again memory back, yeah? With yes. Two stroke. And for the giveaway, we can get exactly the same, like the stickers and... Yeah, we can make exactly the same. We prepare also black plastic and stickers like you use and even more. You think the kid will be happy? Who's gonna win it? Well, I'm pretty sure. I would be also really happy. We zijn vandaag hier in Nunspeet, trainingsdag van Carlo. Hij heeft mij verteld dat we hier potentiële kandidaten hebben. Ik ga vandaag zelf ook wat rondjes maken en we gaan kijken of er wat tussen zit. Ontstaan. Dus de beklimming zittend, ja, dat je lekker kunt scheuren naar boven. Nou, laat zien. Ja, Carlo is. Ik ken hem eigenlijk door toen ik in de nationale selectie zat van de jeugd motocross. Was hij een van de coaches. Vroeger had ik heel veel plezier als ik les van hem kreeg. Hij kan het heel goed uitleggen. En hij was ook super, super gedreven. En ik moet ook wel zeggen, hij is een beetje perfectionistisch. En dat heb ik in principe ook wel een beetje. Het beste kan ik hem omschrijven als een lopende encyclopedie. Hij weet alles van de cross, van alle jaren, alle manches. Als je nou zegt van 10 jaar geleden die manche en die manche, weet hij precies uit te leggen van hoe het toen ging. En ja, ik denk dat dat ook wel een beetje aangeeft hoe groot de passie hij heeft voor de sport. Ja, met dit project wist ik gewoon zeker dat hij degene was die mij kon helpen. Hiermee. Heb jij vanochtend die John gezien, die nummer 82 in de training? Ja, dat is wel een hele ijverige motocrosser. Ik ken John nu een paar jaar, maar die slaat nooit een training over. Nee, en hij is altijd heel, heel fanatiek en heel gedreven. Ja, ook het hele gezin staat erachter en het zijn wel echte crossers, ja. Vrij snel vanaf de start van zijn carrière is hij door mij mee geschoold. En dat heeft hij heel goed opgepikt. En nu rijdt hij eigenlijk regionaal als een wedstrijder. En vorig jaar was hij, als ik me niet vergis, winnaar van de DMX Midden. Als ik kijk naar mijn thuissituatie, hoe wij vroeger deden crossen. Mijn ouders hadden twee jongens aan het crossen, mijn broer en ik. En daar ging heel veel tijd, geld en energie naartoe. Uiteindelijk met dit project gaan we dan ook iemand zoeken die een beetje in dezelfde situatie zit. En waar het echt goed te pas komt. Hij is nu bezig met de weg naar boven en hij begint van die motorfiets af te groeien. Hij wordt te groot. Ik moet even erbij zijn. Dus hier zijn we en nu zag ik Glenn vanochtend aankomen. Dus dat was leuk om te zien. Hey John. Hoi Glenn. Hoe ging het vandaag? Ja, ging goed. Ja? Ja, weer veel geleerd van Carlo. Kijk, altijd goede trainingen. Altijd. Elke keer weer leren we weer wat nieuws. Mooi, ja. Mooi.
ik had de vraag, hè, of dat jij een keer met mij wil gaan trainen in de komende weken. Tuurlijk. Eén dag. Ja? Dat lijkt me heel leuk om te doen, Glenn. Okay. Dat lijkt me super een leuke ervaring. Dan gaan we dat plannen. Mooi. Ja? Ja. Leuk. Top. Had je dit verwacht? Ja. Nee, dat had ik niet verwacht. Dat had ik niet verwacht, nee. Ja, tuurlijk. Glenn is technisch de beste rijder, vind ik. We zijn hier vandaag in Berchem en vandaag trainingsdag met John. Hij is al gearriveerd en we gaan de motor weggeven. Dus ik ben heel benieuwd naar zijn reactie. Nou, dan gaan we beginnen. Ja, denk het ook, hè. Ik heb nog wat bij voor je. Oké. Okay. Klein cadeautje. Oké. Okay. Kun je daar ook mooi aantrekken. Ben loop maar mee. Mooi pakkie. Oeh, ziet er goed uit, Glenn. Met de eigen naam erop. Maar dat is niet het enigste, hè. We hebben gewoon alles, hè. Laarsjes, helmpie, broek, handschoenen, bril. Dan is alles compleet. Nou, we hebben ook nog iets meer bij. Nog meer? Ja, we hebben nog iets meer bij. Wat is dat voor motor? Een Yamaha 125 cc. Nou, dat klopt. Die is niet voor mij. Nee. Nou weg. Ja, die nemen jullie mee naar huis straks. Nee. Ah, joh. Nee. Ja, echt waar. Jezus. Oh, joh. Oh, dit is echt heftig. Oh, joh. Glenn. Oké, mooi mee vooruit, denk ik, toch? Ja, dat denk ik wel, ja. Nee. Het is meer dan geweldig. Nou. Het is gewoon heel mooi voor. Het is echt niet normaal. Jeetje. Met dat allemaal bedanken. Show, hartstikke bedankt, jongen. Graag gedaan. Ik weet niet wie ik hiervoor moet bedanken, maar... Ja, als mega. Dat is echt heel mooi. Ja, het doet mij ook best wel veel om zoiets te zien dat zo'n jongen er zo blij mee is. En ja, het is mooi dat ik de mogelijkheid heb gekregen om zoiets te doen. En ik denk dat de motor heel goed terecht is gekomen. Nou, dan gaan we rondkleden, denk ik. Ja, dat gaan we beginnen. Ja, het is nog steeds, hij is nog niet helemaal gevallen, maar ik denk vanavond, als ik thuis ben, dan denk ik wel van, ja, het is echt.